Hebt u al vakantie gehad? Nee, ik ga nog. Waar gaat u heen? Ik ga naar Ierland op vakantie. Ierland? Ja. Bent u daar vaker geweest? Ik ben er zelf één keer vaker geweest, mijn vrouw niet. Mijn vrouw is net zwanger, dus eerder deden we altijd echt heel uitgebreide vakanties in het buitenland, ook ver weg. Echt backpacken zeg maar, alleen de vlucht en verder gewoon in het land je dingen zelf regelen. Maar goed, omdat zij nu zwanger is, is het wat moeilijker om dat te gaan doen. Echt in de derde wereldlanden te gaan reizen lijkt me niet zo'n goed idee. Dus vandaar dat we nu naar Ierland gaan. Kamperen of anders? Nee, we hebben een flydrive. Dat houdt in dat we een auto meekrijgen en we gaan een rondje 2 weken lang door Ierland. Dus lijkt me hartstikke leuk. Ja. En u was echt een wereldreiziger in het verleden? Ja. Waar bent u overal geweest? We deden voornamelijk in de vakanties. We zijn in China geweest, Mongolië, Rusland, Indonesië, Australië. Peru zijn we geweest, Zuid-Afrika. Dus echt in alle continenten zijn we al geweest. Yes. Costa Rica zijn we nog geweest. Echt een globetrotter. Ja. Yes. Maar goed, dat gaat binnenkort veranderen. Ja. Is dat het eerste kind? Dat is ons eerste kind, ja. Ja. Spannend. Ja, heel spannend. En wanneer wordt het verwacht? Eind december wordt het verwacht. Net voor kerst aan. Dus moet maar zien hoe we wat. Heb je alleen een idee wat het wordt? Nee. Nee, dat willen we ook niet weten. Dat zien we wel bij de geboorte. Dus, ja. Maar goed, dit is dus de laatste vakantie met z'n twee. Dit is de laatste, ja, we zijn al met z'n drie officieel. Dit is de laatste vakantie met z'n twee inderdaad. Dus, het moet wel even een hele speciale worden dan. Ja, precies. Heeft u al vakantie gehad of gaat u nog? Volgende week gaan we naar Italië. Italië? Ja. Kamperen of? Nee, we hebben een auto rondreis met onze eigen auto en we gaan drie delen van Italië bezoeken. Maar u bent citrofiel, moet u dan niet naar Frankrijk? Ja, vakantie. Ik heb met vakantie echt niet zoveel met Frankrijk. Dan ben ik inderdaad wat meer georiënteerd op andere landen. Ja, inderdaad. En rondreizen in Italië, drie delen, welke delen gaat u doen? We gaan naar Cinque Terre, dat ligt onder Genua. En dan naar Toscane. En daarna gaan we nog even lekker een weekje aan het strand vlak onder Rimini. Maar dit is een autoreis, reist u daar zelf heen met uw auto? Ja, we gaan zelf met de auto en de eerste week dan is het meer een wandelvakantie. Dan gaan we 7 dagen wandelen. In dat gebied, Cinque Terre. En dan hebben we de auto eigenlijk niet nodig. Dan worden we vervoerd met bus, met boot of met een lokaal treintje. Dus lekker ontspannen. Over 2 weken heb ik vakantie. En dan hoop ik dat mooi weer, want ik blijf in Nederland. Want wij gaan verhuizen. In Nederland? Ja, wij gaan verhuizen. En, u gaat niet op vakantie, uw tijd wordt besteed aan die verhuizing? Ja, en het schilderen binnen in de woning, netjes knap opknappen. En dan is het weer klaar. En u heeft 2 weken vakantie? 2 weken, ja. En is dat dan genoeg voor die verhuizing? Dat hoop ik dat het genoeg is. Er zijn een aantal kameraden die meehelpen, dus ik hoop dat het tijd klaar komt en dan gaan we s'avonds gewoon door. 2 weken moet toch wel genoeg zijn. En in Ierland, wat gaat u doen? Gewoon maar zien waar u terecht komt? Nou, we hebben wat ik zeg, een huurauto en we hebben nog niet echt een route uitgezet, alleen we hebben de reisdocumenten wel mee, dus we hebben wat spullen mee waar we heen kunnen. En dan gaan we naar het restje bed and breakfast of iets dergelijks. We gaan sowieso naar de zuidwesthoek en proberen daarna ook nog naar het noorden te rijden, naar Belfast. Nog even over Italië. 3 weken lang dus. Ja. En dan
Met uw gezin? Of, Ja, met mijn vrouw. Met uw vrouw? Ja. En zijn meidjes. Dus, kinderen zijn de deur uit. Hè, dus, Hoe oud zijn ze? Die zijn al in de 30. Dus, daar heeft helemaal geen last meer van. Nee. Nee. Of juist wel? Of juist wel. Nee, alles goed. Mag ik aannemen dat u dan opa bent? Ja, ik ben inderdaad opa, ja. Ja. Hoeveel kleinkinderen heeft u? Vijf. Vijf? Goed verdeeld, drie jongens, drie maken, twee meiden. Ja hoor, daar zit van alles bij. Ja. En leuk. U begint meteen te glimmen als het over kleinkinderen gaat. Oh ja, maar kinderen zijn toch leuk? Ja. Ja. In de winter op wintersport. Wintersport? Gewoon, ja, gewoon lekker skiën. Een weekje, dat vind ik veel leuker dan de zomer. De zomer is zo lui. Dan lig je alleen maar en dan verbrand je en dan word je er ook nog een keer ziek van. Ook nog. Nee, laat maar gewoon lekker skiën. Dan met een paar kameraden gaan we meestal skiën en dan leuk. Gewoon lekker top. Waar? In Oostenrijk? Oostenrijk, meestal richting Ischgl. Dat is gewoon een hele leuke omgeving en gewoon heel breed, heel groot. Frankrijk vind ik niet zo. Gewoon Oostenrijk is leuk. Daar heb je gewoon leuke sfeer, après-ski en daar doe je het in principe voor. De zomervakantie die offer ik toch meestal wel op voor of klusje voor mezelf qua thuis. Maar vindt uw gezin het dan niet jammer dat u gewoon niet weggaat in de zomer? Die hebben ook liever wintersport. Ik dank u hartelijk voor de lift. Ja, graag. En ik wens u een hele fijne vakantie. En, als het kind geboren wordt, heel veel plezier met z'n drieën. Ja, dankjewel. Vriendelijk dank. Oké. Tot ziens. Ja, succes, tot ziens. Nou, we zitten midden in de Autowasstraat. Ja. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. Als we met straks, als we eruit zijn, er even uit wilt zetten, dan zou het fijn zijn. Oké. Nou, ik neem je niet mee naar het werk, dus. Vriendelijk dank en goede vakantie. Oké, hetzelfde, dankjewel. Oké. We zijn er doorheen. De auto is schoon. Ik hoop het. Dat was de bedoeling. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Ja, dankjewel. En veel. Sterkte en succes met de verhuizing. Ja, dankjewel en veel plezier in je werk. Vriendelijk dank. Dat is belangrijk.